Nou, we willen u een boeket bloemen geven. Ja, dat is toch fantastisch. Ik had gisteren een filmtip gedaan over bloementip binnen voor de Omroep PNM. En toen was ik klaar en toen stond het boeket daar en toen zei Bart van, goh, wat doen we nou met het boeket? Ja. Ja, inderdaad, wat doen we met het boeket? Nou, en toen dachten wij van, om de hele gemeenschap een hart onder de riem te steken, dan vinden we dat mevrouw Dielissen het boeket mag ontvangen. Dus vandaar dat we jou, wat we u, dit boeket willen geven. Ja, nou hartstikke mooi. Ik ga hem ook deze... Zal ik hem hier in de vaas zetten? Ja, die had ik meegenomen. Ja. Want het is natuurlijk niet zo handig als we het overhandigen. Nee. Dus ik zou zeggen, neem de vaas ook... Ja, ik weet niet waar u het neer gaat zetten, maar neem de vaas even tijdelijk mee. En dan kom ik het een keertje ophalen met het boeket, daar kunt u lang van genieten. Hij is echt fantastisch, ik moet zeggen. Het is ook even een kippenvel moment. En wat ik eigenlijk graag zou willen doen is hem opdragen aan een ander. En dat is met name toch voor alle nabestaanden van de mensen die overleden zijn de laatste weken in Pelhama's. Oh. En ook de mensen die ziek zijn en waar ook heel veel zorgen zijn in de gezinnen. En daar vind ik hem eigenlijk wel... bij passen. Dus ik zou hem eigenlijk vanaf deze kant op willen tillen en hem aanbieden aan alle mensen in Pelhama's die op welke wijze dan ook getroffen zijn door deze verschrikkelijke film waar we in zitten en waar we nog even met elkaar doorheen moeten. Dus iedereen heel veel sterkte, toi toi toi. Deze zijn voor jullie.